Leuk dat je kijkt. In deze video laat ik je mijn mono oogschaduw zien. De vorige keer kon je al een heleboel dingen van mijn stash zien. Lipsticks, lipbalsams, blush, highlighter. En vandaag ga ik beginnen met de oogschaduws. En ik ga die verdelen in 3 categorieën. Mono oogschaduws, kleine palettes en grote palettes. En vandaag ga ik de mono oogschaduws laten zien. Zoals altijd is dit mijn make-up bak. En mijn oogschaduws zitten eigenlijk hier. Dit zijn paletten en hier zitten de mono's. En nog de kleine paletjes. Dus ik ga even alle mono's ga ik eruit halen. En dan zijn dit mijn mono oogschaduws van Catrice. Dit is Go Charlie Brown. En zoals je ziet een hele dikke pen. Want deze gebruik ik voor mijn wenkbrauwen al denk ik een jaar of zo. Dus vandaar dat die al zo ver op is. Dan heb ik On the Cover of Estelle. En dan L is van het tijdschrift L. Een hele mooie zachte glanzende kleur. En dan deze. Dit is een liquid metal. Die heet Lock Me in the Eyes. Deze heeft een iets grovere glitter, dus dit is mooi voor een wat heftige look. En dit is een matte oogschaduw in Vanity Fair. Die is heel mooi mat, mooi voor het wenkbrauwbod. Of als je net een matte hint in je binnenste ooghoek wilt, vind ik deze heel erg mooi. En dit zijn ze, de bruine kleur, een lichtglans, een grof glans en een matte kleur. Alle 4 echt heel erg mooi. En volgens mij ook niet meer te koop, dus dat is wel jammer. Of in de uitverkoop, dus dan kan je nu nog even kijken in de uitverkoop. En dan heb ik 3 kleurtjes van de L'Oreal Color Infallible. Een blauwe kleur, een beetje een roze met gouden ondertoonkleur en een koelere roze onderkleur. En deze heb ik heel vaak gedragen, wel eens als basis, vooral deze. Deze heb ik echt heel weinig maar gedragen, net als deze. Maar deze vind ik dan wel weer wat mooier. En die heb ik ook vaak gedragen, maar nu draag ik die eigenlijk bijna nooit meer. Dan zijn dit de swatches. Ze zijn goed gepigmenteerd. Ik vind ze heel erg mooi. De middelste heeft ook een hele mooie glans. En deze draag ik gewoon graag als basis, omdat ze een hele een soort moesachtige structuur zijn, vind ik ze daar heel erg fijn voor. En dan heb ik nog wat duo's en nog 2 mono's. Dit is Essence Vanille Latte. En deze heeft 2 hele mooie glanzende kleuren. Die heb ik heel erg vaak gedragen. Die vind ik nog steeds heel erg mooi. Deze een iets grovere glitter. En deze een hele mooie gouden warme glans. Die vind ik echt heel erg mooi. En volgens mij is deze ook nog te koop. En die raad ik zeker aan om te kopen. Die is echt prachtig. Dan dit duo van Gosh. Even kijken hoe die heet. Milk and Honey. En deze vind ik heel erg mooi. Dan breng ik soms op een dag dat ik niet een hele heftige ooglook wil. Die in mijn arcadeboog en deze in mijn bewegend ooglid. En ik ben gewoon klaar. Het staat heel erg mooi. De kleuren staan goed bij mij. Deze vind ik ook heel erg mooi. Dan zit een beetje een grijs-blauwige, wittige kleur. Een hele bijzondere kleur. Van, hoe heet dat merk? Mio Eyeshadow. En deze is een heel hazelnat. En die is super mat. En die vind ik wel heel erg mooi voor op mijn bewegend ooglid soms. En dan deze, die heb ik een keer in de glossybox ontvangen. Dit is van NECT, is het merk. Ken ik zelf niet, maar deze geeft een hele mooie warme glans. En die vind ik ook heel erg fijn voor op mijn bewegend ooglid bijvoorbeeld. Of op mijn binnenste ooghoek. En dan zijn dit de kleuren. Deze 2 prachtige glansen van het Essence paletje. Dit van het Gouache Duo. Dit is die mono, super mat en super goed gepigmenteerd. Echt heel goed. En dan die uit de glossybox. Allemaal heel erg mooi. Dan heb ik weer de meest glansrijke mono's. Dit zijn eigenlijk pigments, behalve deze. Dit is een Dream Mousse, maar dit is een gouden kleur. Dan heb ik ook een gouden pigment van Gouache. Een hele mooie roze van Da Vinci. Ik kende dat merk niet, maar die zat in de glossybox. Echt heel erg mooi. Een beetje een zilverwitte uit een Essence Limited Edition collectie. Uit de Hidden Stories, volgens mij. En dan een glitter, die komt gewoon bij Douglas vandaan. En dit is dan een glitter die je dus ook bij je ogen kan gebruiken. Want je kan niet elke glitter bij je ogen gebruiken. Want als het dan in je ogen komt, dan kan het soms schadelijk zijn. En dit draag ik niet elke dag, omdat pigments, dat heeft gewoon wel even wat tijd nodig. Omdat je natuurlijk niet je hele gezicht vol met glitters wil. Maar deze, oh, die draag ik dan toch nog wel ook wel op normale dagen. Die vind ik super mooi. Nou, dit is echt super moeilijk om te laten zien, omdat het vooral glans is. Hier zie je de gouden mousse. En dan vind ik het fijn om deze aan te brengen. En daarover de glitter. Dit zijn de glitters van Gouache. Dit is die van Da Vinci. Super mooi. Dit is ook meer een oogschaduw echt als glitters, want die andere zijn meer glitters. Dan heb je hier die van Essence. Die heeft een hele mooie witte zilveren glans. En de grove glitters van Douglas die niet blijven plakken. Daar heb ik ook een speciale gel voor om die te laten plakken. Maar deze zijn wel heel erg mooi voor speciale gelegenheden. En welke ik dan het meeste draag zijn dan toch Vanity Fair. Dat matte oogschaduw. Go Charlie Brown. Omdat ik die voor mijn wenkbrauw gebruik. Deze gebruik ik echt elke dag. De Essence 3D Eyeshadow gebruik ik ook regelmatig. Net als die Da Vinci pigment. Die vind ik super mooi. En deze mono van Mio.
die draag ik toch ook best wel vaak. Dus dit zijn dan echt mijn favorieten. En dan zijn dit al mijn mono-oogschaduwen. Dus wil je de volgende keer een kleine palet en een grote palet zien? Vergeet dan niet te abonneren. En laat een reactie achter met jouw lievelings mono-oogschaduw. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Misschien heb ik er wat aan. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En dan zien we elkaar de volgende keer weer. Doeg!